Meedoen en van betekenis zijn is voor iedereen belangrijk. Ieder mens wil zijn eigen leven leiden, liefst met zo min mogelijk hulp van anderen. Door ontwikkelingen op het gebied van AWBZ en WMO verandert er veel voor mensen met een handicap. CISA ziet deze veranderingen vooral als kans. In deze serie voorbeelden en verhalen uit de organisatie die inspireren en je aan het denken zetten. Kleine verhalen uit de wijk en grotere projecten waarin cliënten participeren. Het gesprek komt op gang en verdient nieuwe invalshoeken. Kijken, praten en doen jullie mee? Wat is jouw rol? Ik ben Jan Willem. We zijn hier op Rokkenrolstoel. En ik word hier opgeleid tot filmmaker. Ik ben Robin Oudkerk. Ongeveer een jaar geleden zijn we hier begonnen met het project. En heb ik een paar lessen gevolgd. Ik ben nu vooral bezig met het bewerkingsprogramma After Effects. Waarmee ik animaties maak. Ik ben Thijs Jepsen. Ik werk hier als begeleider. En ik kom uit de filmwereld en de televisiewereld. We zijn in het begin, zaten we nog op de Wambeek. Dan begonnen we eigenlijk met uitsluitend theorie. En dat werd uitgebouwd natuurlijk naar praktijk. Oefenmiddagjes met de camera. Wat doet zo'n camera nou? Wat doet licht? Wat doet geluid? En dat werd steeds verder uitgebouwd tot een hoger niveau. En uiteindelijk kwamen er al opdrachten uit na een maand of 3, 4. En dat heeft zich in een stijgende lijn zo naar boven doorgezet. En dat gaat maar door. Het feit dat het hier een leerwerkbedrijf wordt, vind ik heel erg leuk. En fijn, omdat het dan een beetje meer als werken, voelt. En dat eventueel nog wat bijverdiend kan gaan worden. Ik zal een voorbeeld geven. Binnenkort zijn we gevraagd om op een festival te draaien. Dat betekent dus korte interviews die ze zullen draaien. En een korte impressie geven van wat er op dat festival gebeurt. De mensen die hier werken, die zijn eigenlijk met alles bezig. Wat wil je doen? De ene keer doet de ander editen. En de andere keer bedient de andere persoon de camera. Dus het wordt elke keer gerolleerd. Participeren doe ik vooral door wel te weten hoe alles werkt. En op die manier kan precies een ander uitleggen wat ze moeten doen. Dus als ik voor iemand de camera moet neerzetten of ik moet de camera instellen voor iemand, zal ik diegene stap voor stap vragen, oké, wat moet ik nu doen? Zodat ik die handelingen kan doen, maar het wordt bedacht en geregisseerd door het team. Wil je reageren op dit filmpje? Wil jij je verhaal vertellen of heb je suggesties voor thema's die we aan kunnen snijden? Of heb je onbeantwoorde vragen? Laat het ons dan weten via jouwrol@cisa.nl.